Ik ben Ad Pegels, ben 69 jaar, woon in Nummelsdorp en ik heb sinds mijn 18e jaar al duiven. En eerst speelde ik Vitesse Midvond met redelijk succes en daarna ben ik in 1993 overgegaan op de Vond, zware Vond. En in 1995 was ik al vierde in Noord- en Zuid-Holland, dus dat ging ook weer vrij goed. Ik ben regelmatig bij de kampioenen, kan aardig mee. Ja. Dit is de accommodatie van mijn duivenhokken. Drie hokken, ik speel alleen weduwschap. Het eerste hokje kunnen 16 weduwnaars, het tweede hok 32 weduwnaars. Derde hok 24, waarvan het achterste gedeelte jonge duivenhok is. Als het moet kunnen er 150 jonge duiven in. We staan hier bij het kweekhok, dat heb ik als laatste gebouwd. En dat is altijd dag en nacht, geen ramen erin, spijlen. Duiven kunnen altijd binnen, altijd buiten. De helft van het dak is dicht, de andere helft is open. Als het regent kunnen ze er eigenlijk lekker wassen. En als ze droog willen zitten kan dat ook. Zomer en winter altijd open. Duiven zien er altijd perfect uit. Nooit geen zieken. Is gewoon een goed kweek ook op deze manier. We zijn hier in het hok waar de winnaar van Nationaal Dax 2017 zit. Is een hele mooie vogel. Hele goede vlieger ook. Hij is 5 jaar oud, hij is jaarling, geloof hij al de 8e nationaal Bordeaux Zetterlu. En nu de eerste van het hele spul van Dax. Ik vond de duif op de kwekeren, 's morgens. En ik was niet op tijd, de duif wel. Want hoogwaarschijnlijk was hij er al een heel tijdje, want hij was al uitgerust. Hij liep volop te koeren. En de sleepstaarten, omdat hij de duivinnen daar zag. En ik deed de klep open en ja, hij was gelijk binnen. En toen heb ik hem geconstateerd om 6 uur rond zo'n beetje, 6 uur 0019. Dit is een hok waar ik regelmatig vroeg op vlieg. Diverse duiven hebben hier ook opgevlogen. Het is een simpel hok, maar voor duiven een heel goed hok. Hier loopt ook de duif die vorige week de 9e nationaal Zetterlu van aangevlogen bij de jaarlingen. En dan hier nog een heel oude vogel, van 10 is die al. Heb ook regelmatig opgevlogen. Dit is het laatste jaar dat hij nog mee hoeft. En dan mag hij een kweek ook om nog wat nazaten te geven die hopelijk wat waard zijn op het sportgebied. Iets over de afstamming van deze duif. Daar ben ik aangekomen door een bon te kopen van Theo Streefkerk in Hermeide. Daar had ik een stukje van gelezen dat er al diverse daar een hele goede weg gehaald hadden. Dus ik denk daar koop ik maar een bonnetje van. En die man die heeft mij keurig geholpen. Hij kwam daar en kennis gemaakt, hij liet wat duiven zien. En ik zei, nou, van deze zou ik wel een koppel eieren willen hebben. Hij zei, nou, er liggen eieren. Hij zegt, die mag je hebben hoor. Ik zeg, hij zei, maar je mag ook van die en van die. Ik zei, nee, als ik van die mag hebben, dan wil ik die. Hij zei, nou, dat is goed. Dus ik die meegenomen. En daar waren twee jongeren van geworden.
heb ik grootgebracht, maar het was al wat later in de zomer. Ze konden, waren erg jong met de nalijn, piepte nog. Maar ik denk, ja, wat moet ik er anders mee? Ze moeten toch maar mee. Eerste nalijnvlucht, ik had er 35 voor de nalijn, meegegeven, waren niet thuis 's avonds. Andere morgen allebei zaten ze. Derde nalijnvlucht, waren het mijn eerste twee. 10 minuten los op de rest. Ik denk, zo, dat is bijzonder. Dat kan er geen verkeerde zijn. Dat moet toch wat inzitten. De nalijn afgewerkt, duivinnetje in kweekhok gedaan. En het jonge doffertje toch maar een bak gegeven het andere jaar. Bij mij gaat alle jaarlingen altijd naar Bordeaux zetten. En dat jonge doffertje was mijn eerste. Hij vloog de 8e nationaal. Dus het was gewoon een goeie. En verder heeft hij altijd zijn prijzen gevlogen. Mijn eerste of mijn tweede. Het was van het jaar was Sint-Vincent mijn tweede, nu vandaag mijn eerste. Het was vorig jaar was Sint-Vincent mijn eerste, goed op tijd. En van Narbonne vloog hij de 133e. Het is een duif die er altijd is, die het gewoon goed aan kan. Goed zijn prijzen, de ene keer wat vroeger en de andere keer iets later, maar nooit echt laat. Bijna altijd goed op tijd. Het is een prima vliegduif. En zo ben ik daar aangekomen en daar ben ik nog steeds blij mee. Als ik de wedernaad los heb, maak ik altijd het rolgedijkje zakken voor de spoednik. En dan gaan die wedernaars bij die jongen zitten, ouwe hoeren bij de duivinnetjes. Dat werkt goed.